Ik sta vandaag op het spui waar Chocomel een sneeuwballengevecht georganiseerd heeft. Samen met Lange Frans en Laura Verster gaan we de boel eens lekker flink inpeperen. Ben je er klaar voor? Geen probleem. Hey, ben jij nou niet bang om een sneeuwbal in je gezicht te hebben? Ik heb er een paar gehad. Kijk, Laura en ook. We zijn eigenlijk... Ik denk niet dat we gewonnen hebben. Hey, maar is het nou even hard als dat ijsblokje? Nou, sommigen kwamen wel vrij venijnig aan inderdaad hoor. Ik blijf cool. Heb je al iemand die wil inpeperen? Nou, er was iemand die was heel vervelend. En die gooide echt met zeg maar een soort van hele ijsschotsen gooide die op ons. En die hebben we net wel eventjes teruggepakt. Maar dat leek hem ook niet te deren. Volgens mij had hij doping gebruikt. Want hij liep daar in zijn t-shirt en met zijn borst vooruit. En het kon hem allemaal niet raken. Het was een soort van... Iemand, want dan hadden die dus die freak die had je. En dan had je nog één andere iemand. En elke keer als ik dan een bal stond, dan kwam die achter en dan deed hij mijn jas open. En dan deed hij zo in mijn nek zo. En daarna heel hard wegrennen. Toen dacht ik, nou heb je gezien. Maar mensen die dat doen, hebben slechte jeugd gehad, denk ik. Ja? Ja, nee, ik was veel beter dan zij was. Maar zij had wel een boom zo voor haar. Dus dan ging ze achter schuilen. Ja, we allemaal grote kerels om ons heen. Dus eigenlijk gingen we daar zo'n beetje tussen. En dan af en toe gooi je er overheen. Dus ik heb mijn tegenstander eigenlijk niet echt gezien. Dag. Ik ben geraakt door Lange Frans. Hij had een heel groot brok sneeuw en toen kwam hij op me af en heeft hij boven op mijn kop gekeld. Maar daar werd gezegd dat je rustig aan moet doen. Die man is heel erg agressief. Maar op een goede manier hoor. Had je het verdiend? Ik was heel hard sneeuw aan het gooien. Ik ging helemaal los. En toen kwam die 2 minuten in de ring staan. En toen ging ik op hem gooien. En ja, toen had ik wel wat terugverdiend natuurlijk. Heb je iemand flink in kunnen peperen? Ja, ik heb wel een paar mensen kunnen raken, maar ik stond eigenlijk meer een beetje achter een kerstboom verstopt. Oh, dus dat was je tactiek? Ja, verstoppen en gooien en snel weer achter. Ja, op een gegeven moment werd het wel hard, maar ik had ook niet echt heel erg door dat het echt de sneeuw was. Maar omdat het aan die sneeuwbomen plakte het allemaal een beetje. Dus maar ik kon wel op zich wel goede sneeuwvierkantjes maken, want ik kan geen ballen maken. Alleen sneeuwvierkantjes. Waar bestaat de sneeuw uit? Is het echte sneeuw? Ja, het is echte sneeuw op basis van water, gewoon water. En we hebben hier 5000 kilo naartoe gebracht. Het is dus hier vlakbij gemaakt en afgeleverd hier. En het is dus echte sneeuw. Ja. Hey, maar geen bloedneus of wat dan ook, hè? Nee, nog niet. Al denk ik wel dat er waren wel een aantal zeer fanatieke mensen tussen. Dus ik denk dat er wel een paar kleine blessures zijn, maar dat hoort erbij, hè? Ik bedoel... Blauwe plekken, denk ik. Ja, dat hoort dat er een zeker. Beetje bij. In mijn nek. Ja hoor. Ja. Hey, en hierna een lekker warme chocomel met rum. Oh, dat is wel een top idee, ja. Vooral die rum. Ja, heerlijk. Ja, doe maar. Veel slecht, hoor. Ja, daar heb ik nog nooit nee tegen gezegd.